altijd al eens willen weten wat er nou precies gebeurt tijdens een therapiesessie? In dit filmpje zie je contextueel therapeut Gerry Rijzen van Buren aan het werk. Speciaal aan haar manier van werken is dat Gerry gebruik maakt van Playmobil poppetjes. Niet alleen woorden, maar juist het beeld helpt de cliënt zijn weg te zoeken in zijn situatie. In deze video staat Irma centraal. Zij heeft puberende kinderen en vraagt zich af wat zij kan doen om het contact met hen te behouden. Fijn dat je er bent. Zou jij met beeld kunnen neerzetten waar je het over hebben wil? Of misschien de mensen waar je het over hebben wil? Deze heb ik. Oké. En is het voor jou, zou jij degene die een bloedband met elkaar hebben met een rood koord willen verbinden en degene die voor elkaar gekozen hebben met een blauw koord? En over welk koordje zou je kunnen zeggen, zou je het willen hebben? Welk lijntje? Ja, ik denk die twee lijnen. Dus de lijn van mij naar de kinderen toe. Kun je ook verbeelden waar het dan over gaat? Is daar een beeld bij? Ja, de telefoon. Anouk die luistert heel veel muziek. Dus je hebt er oortjes in. En Luc die communiceert al typend, zeg maar, met mij. En wat betekent dat dan voor haar als gevende moeder, zeg maar, die eigenlijk... Ja, is het gevend of ben je eigenlijk een beetje zorgend? Nee, ik heb meer het stukje dat ik denk van je hoort toch dan de helft niet. Of de helft komt niet bij je over dat stukje, zeg maar. Ik zit me af te vragen of dat niet een interpretatie is. Terwijl het veel dieper gaat, dat veel meer haar, dat zij iets wil met dat geven. Dat er een verlangen onder zit naar die verbinding of... Daar zoek ik naar. Het contact houden, ja. Dat kan er wel achter zitten. Dat je denkt van, hey, hoe behoud je contact met je tieners? Mm-hmm. Als er nog een hele grote contactwereld bij zit, die je eigenlijk niet bij kan benen. Ja. Hun gaan zo ver in alles. Ja, dat snap ik heel goed. Dus ik denk dat het met name is dan de angst om contact te verliezen of zo. Zou jij een poppetje willen pakken dat staat voor jou... Echt de diepste zelf, zeg maar, voor je verlangen. Dan zou je hier uit deze poppetjes een keus kunnen maken. Gewoon wat symboliseert, wat diep binnenin is, jouw verlangen naar contact. Jouw verlangen naar de verbinding. Deze, denk ik. En zou je haar moeder erbij willen zetten en misschien ook haar vader? Even kijken hoor. Ja. Oké. En zou je hun ook kunnen verbinden met jou met een rood koordje? Ja. Waar ik even benieuwd naar ben, hoe zij reageerde, of zij moet ik misschien zeggen, reageerde op haar en op hem in de tienertijd, als het over contact gaat. Dan was het, zeg maar, hier heel dichtbij. Ja. En met mijn vader was het iets minder. Stond daar nooit iets tussenin? Zoals bijvoorbeeld hier staat dit er tussenin, maar stond er nooit iets tussenin? Want... Nou ja, dan had je, zeg maar, ook wel, niet de digitale wereld, maar je had wel je vriendinnen of je eigen... Ja, precies. Dus die staat er dan ook tussenin. Dus dan was er ook, je was ook niet altijd, zeg maar, aanspreekbaar voor je moeder of je vader. Ja. En dus eigenlijk, hier heb je hier uit ze alles met de mobiel. Maar ik had natuurlijk altijd vriendinnen over de vloer. Dus jij had levende telefoons? Ja. Ja, dat zit ik nu aan te bedenken, ja. Ja, ja zeker. En weet je wat het voor haar betekende? Nee. Dat zij altijd levende telefoons bij zich had? En ratelende, ja. Nee, dat zag ik eigenlijk... Ja, ik weet niet. Ik denk wel dat ze het gezellig vond. Dat kan ik wel een beetje invullen, maar dat weet ik niet zeker. Als zij iets tegen haar wilde zeggen dan... Hoe ging dat dan? Want... Ja, dan koos ze ook de momenten. Maar het kwam natuurlijk ook niet altijd uit. Maar dan was het eigenlijk ook de momenten dat je wel alleen was. Of haar tijd. Ja, eigenwijs. Hè? Ja. Herkenbaar toch? Ja, dat is wel grappig. Ja. In mijn beleving had Irma het... gevoel dat die digitale wereld
tussen haar en haar kinderen staat. En ik heb het eigenlijk doorgetrokken naar de relatie ouders en kinderen. Want het is heel normaal in je tienertijd als je niet je eigen wereld gaat vormen. Hoe beweeg je daar als moeder in mee? Mijn moeder kwam dan ook wel op de tweede plek. Zo. Dat denk ik wel, in die tijd hoor. Want dan was vriendinnen en vrienden waren belangrijker. Al zou je haar weer hier bij jezelf willen zetten? Ergens lijkt er hier iets te zijn waar zij een andere kijk op heeft. Of... Ja, of het onbekende. Oh ja. Maar zou zij haar wereld goed hebben begrepen? Nee. Nou, ik zou nog een wit koordje willen pakken. Dat staat eigenlijk voor ouderschap. Ergens gaat het over contact tussen haar en haar en contact tussen haar en hem. Ja. Maar het gaat ergens ook over ouderschap. Net zo goed als het hier natuurlijk ook over ouderschap ging. Want kennelijk vonden zij het allebei prima dat er zoveel mensen over de vloer waren. Ja. Misschien is het wel zo dat moeders gauw bang kunnen zijn dat ze hun kinderen verliezen als ze iets niet snappen. Want heeft hij dat ook? Nee. Nee. En zou zij daar niet wat aan kunnen hebben? Dat zij zijn expertise, zeg maar, als ouder, als andere ouder van diezelfde kinderen, met dat genetisch materiaal dat ook hier vandaan komt, zou ze daar niet wat meer aan kunnen hebben? Ja, dat je het meer aanneemt. Maar hij weet ook veel meer van die hele wereld af. Dus dan zou ik aan hem meer kunnen vragen van hoe loopt die lijnen dan? Want de vraag is of je het weten moet. Ja. Dat is natuurlijk ook nog de vraag, want het gaat misschien wel meer om het verbonden willen zijn. Blijven, ja. Ja, en waarom zou dat hierin zitten? Want je hebt hele andere, je hebt zo'n hele bloedband. Je hebt een hele historie met hun van verbondenheid. Ja. Waarom zou dit ook nog moeten? Ja, dat weet ik niet. Eigenlijk moet je je meer op hem richten dan. Maar eigenlijk hebben we het er helemaal niet over gehad ook. Ik zal daar eerst mee moeten beginnen. In de leeftijd van waar Irma en haar partner en haar kinderen, heeft die vader dus een hele andere functie dan de moeder. Zeg maar. Het zorgen van de moeder, daar ga je een beetje van af als die kinderen ouder worden. En vaders kunnen dan juist heel belangrijk zijn. Maar als die moeder nog in de oude modus zit van ja, maar ik ken het kind het beste. En dan zet zij eigenlijk die vader als vader buitenspel, wat uiteindelijk schadelijk is voor de kinderen. Want die vader heeft wel degelijk iets in te brengen. En dat had ik wel natuurlijk op in mijn achterhoofd bij in hoeverre zij samen ouderen over deze kinderen als het hierover gaat. Notch is de grondlegger van het contextuele gedachtegoed. En hij heeft benadrukt dat moeders, die hebben vanuit de natuur een soort alleenrecht, lijkt het wel, op een kind. Omdat het kind groeit in hun, zij baren het kind en zij zogen het kind. En moeders hebben dan ook de neiging om te denken dat zij het kind het beste kennen. En moeders hebben in die zin macht over vaders. Want ze kunnen die vader bij betrekken of niet. En dat, daarin kunnen ze het kind ook tekort doen als ze de vader niet bij betrekken. Want het kind heeft ook die vader nodig, juist in zijn anders zijn dan dat moederschap.